Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga jullie vandaag een dagje meenemen en alles laten zien wat ik vandaag eet. Dus ik neem jullie mee in deze What I Eat in a Day of in een Wat eet ik vandaag of Wat eet ik deze dag, hoe je het noemen wil. Ja, ik ga zonder ook maar iets over te slaan echt alles laten zien wat ik ga eten. En ja, ik ben benieuwd of jullie dat leuk vinden. Als jullie het leuk vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Dan helpen jullie mijn kanaal een beetje te groeien en weet ik of jullie dit soort video's leuk vinden. Goed, waar begin ik mijn dag altijd mee? Dat is natuurlijk met een kopje koffie. En ik drink eigenlijk 95% van de tijd gewoon zwarte koffie. Tenminste, zwarte koffie wel met een zoetje. Maar niet met melk. Vroeger dronk ik wel altijd melk in mijn koffie. Maar ja, eigenlijk al jaren niet meer. Dat heb ik mezelf echt afgeleerd. Want ook in melk zit natuurlijk best wel veel koolhydraten. Nou heb ik wel, misschien interessant. Ik heb het er al vaker over gehad. Maar deze ongezoete amandelmelk, die vind ik echt heel goed te doen als koffiemelk. En hier zit 0,1 per 100 milliliter. Dus nou, dat is eigenlijk gewoon niks. Dus de ongezoete amandelmelk van de Albert Heijn. En die vind ik echt, echt heel erg lekker, ook als cappuccino. En hij schuimt ook heel goed. Dus, nou goed, doe ik er dus nu niet in, want dat doe ik af en toe. Waarom af en toe, weet ik eigenlijk niet, want het is 0,1 koolhydraat. Maar, weet ik niet. Maar voor nu een kopje koffie als ontbijt. Want ik doe aan intermittent fasting. En ja, voor mijn schema betekent dat dus eigenlijk dat ik niet ontbijt. Intermittent fasting is iets waar je, ja, waar je echt even goed onderzoek naar moet doen. Dan vind ik eigenlijk dat je altijd zelf goed je onderzoek moet doen. En niet klakkeloos over moet nemen wat ik eet of wat ik doe. Kijk altijd wat is voor jou goed. In jouw schema of in jouw leven. Of wat is voor jouw lichaam goed. Dus neem niet klakkeloos over wat ik eet. Maar verdiep je daar gewoon in. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben echt al heel lang hiermee bezig. En beetje bij beetje ben ik steeds mijn eetpatroon aan het aanpassen. Tot iets waarbij ik me echt goed voel. En ja, als dat voor jou koolhydraatarm is. Of intermittent fasting. Maakt eigenlijk niet uit. Maar ja, natuurlijk is het fijn om inspiratie op te doen bij anderen. Maar doe ook altijd gewoon goed je eigen onderzoek. En nou, dat heb ik dan dus ook gedaan voor intermittent fasting. Klote woord. Ja, ik wil er niet te veel op de details ingaan. Want ik ben echt geen voedingsexpert. Ik doe ook maar wat. Ja, dat is dus, het geeft je lichaam de tijd om zeg maar te herstellen. En er zijn allerlei verschillende patronen waarin je dat kan doen. Allerlei verschillende schema's. Ik hou het 8-16-8 of 8-16 schema aan. En dat betekent dus dat je in 8 uur eet en 16 uur niet. Nou, dat is echt geen harde grens wat mij betreft. Ik doe dat ook een beetje op gevoel. In mijn geval betekent dat dus dat ik dus eigenlijk tussen 12 uur 's middags en 8 uur 's avonds eet. En daarna probeer niet meer te eten. 'S Avonds lukt niet altijd. Maar goed, ik denk, is het een keer 14 uur? Nou ja. Dan is het een keer 14 uur, dat is dan maar zo. En ja, dus ik eet eigenlijk nooit 's ochtends voor 12 uur. Koffie en thee, dat mag wel gewoon. Daar ben ik heel blij mee, anders dan zou ik het echt niet gedaan hebben. Voor mij werkt dat ook gewoon super goed, want ik vind het ontbijt altijd een heel hectisch moment. Helemaal in de normale tijd waarin de kinderen naar school moeten en wij naar ons werk. En ja, ik vind een koolhydraatarme maaltijd, een goede maaltijd, een lekkere maaltijd, is soms niet altijd, maar soms toch even wat meer werk. En ja, het scheelt mij gewoon echt een hele maaltijd voor mezelf maken op een dag. Dus dat vind ik ook al een heel groot voordeel. En ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan het ontbijten. Dus ja, waarom zou ik het dan doen? Ze zeggen natuurlijk wel, ze moet ontbijten als een koning. Maar ja, voor mijn gevoel past dit gewoon veel beter bij mijn leven, bij mijn lichaam, whatever, hoe je het wil noemen. Dus, intermittent fasting. Dus deze dag begint heel saai met alleen een kopje koffie en geen ontbijt. Dat wilde ik even zeggen. En daar heb ik nu 5 minuten over zitten praten.
Oké, ik ga nu weer aan het werk. En mijn tweede kopje koffie. Nou, ik ben weer zo druk aan het werk dat ik weer mezelf verwaarloos. Nou ja, klinkt een beetje zwaar, maar ik dacht ineens van, ik heb gewoon nog helemaal niks gedronken. Dus ik ben nu even een glas aan het pakken. En ga ik even een lekkere limonade voor mezelf maken. Het is nu 11 uur 52, dus nou, bijna mijn intermittent fasting tijd zit erop. Dus we gaan sowieso denk ik zo eten. Maar nu ga ik even een limonadetje maken. Daar gebruik ik altijd deze voor. Dan heb ik lekker een groot glas. En daar neem ik dan ook altijd gelijk mijn vitamines mee in. Nou, tijd om lekker te eten. Het is nu 10 voor half 1. Ik heb zo'n lekkere lunch voor mezelf gemaakt. Ik vind het gewoon een feestje om naar te kijken. Het is bijna zonde om dit op te gaan eten. Het ziet er echt super lekker uit. Ik heb rucola sla. En daarin heb ik gerookte zalm. Normaal neem ik iets minder, maar ik had nu zin in wat meer. Dus ik denk 1,5 ons gerookte zalm. En dan heb ik daarop rode ui, avocado en blokjes roomkaas. En het ziet er zo ontzettend lekker uit dat ik eigenlijk niet kan wachten om aan te. Oh, en ook nog komkommer zit eronder. Dus ja, dit is gewoon echt een super maaltijd. Dus hier ga ik zo lekker van eten. En ik drink nog een blikje cola. Dit is Pepsi Max met gembersmaak. Echt zo lekker. En naast de koffie hou ik ook ontzettend van cola. Eigenlijk is dit mijn koude koffie. Soms vind ik het gewoon echt lekker om even echt iets kouds te drinken. En dan drink ik dus dit. Ja, hier zit 0 gram koolhydraten in. Ja, de meningen zijn erover verdeeld of dit nou wel of niet goed is in een koolhydraatarme leefstijl. Doe daarom ook heel erg mijn best om mijn aantal blikjes cola per dag te beperken. Maar ja, heel eerlijk, lukt het echt niet elke dag. Maar goed, in ieder geval eentje bij de lunch. En ja, probeer dat verder eigenlijk alleen 's avonds te drinken. Maar ja, dit is wel echt iets wat mijn guilty pleasure is. En ik heb even 2 plakjes van zo'n droge worst. 2 dunne plakjes. En ik heb even 2 plakjes van zo'n droge worst. 2 dunne plakjes. Nou, ik zal even. Het is tijd om avond te gaan eten. Ik heb een overschotel gemaakt. Het is een beetje een ovensoepje geworden. Want ik denk dat er uit de groente heel veel vocht is gekomen. Want het is echt heel nattig geworden. Zo ging het niet de pan in. Ik heb kipdijfilet met spekjes gebakken. Daar heb ik Italiaanse roerbakgroenten bij gedaan. En daar heb ik slagroom doorheen gedaan. En een half stukje roomkaas. Om een beetje een sausje te maken. En ik heb lekker gewoon wat willekeurige kruiden er doorheen gedaan. En ja, dat was het volgens mij wat er allemaal in zit. En dat heb ik in de oven gedaan met wat plakjes mozzarella eroverheen. En nog wat restjes kaas die ik in de koelkast had. Dus dat gaan we lekker opeten. We hebben lekker avondeten gegeten. Dat is alweer 2 uurtjes geleden. En nu ga ik aan mijn laatste eten beginnen vandaag. En dat is knabbelspek. Het is echt een hel voor je kiezen. En iedere keer als ik eet, denk ik, ik moet het niet meer doen. Maar bij koolhydraatarm mis ik echt heel erg knapperigheid gewoon. Natuurlijk kun je wel cracker eten of zo. Maar ja, dat is wel iets wat ik mis. En dit is natuurlijk lekker echt hartig. Dus deze ga ik ja, denk ik helemaal eten. Even kijken of de koolhydraten er ook weer in zit. 0,1. In het hele zakje. Dus dat is helemaal chill. En ik drink nog een blikje cola. En dan is dat het laatste wat ik eet vanavond. En dan was dit mijn what I eat in a day. Of wat ik eet in een dag. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij een volgende video. Doei doei!